Ja, ik heb ook wel eens gehad dat het meisje binnenkwam en dat ik dacht, oeh, niet de foto. Nee, jouw foto is portrait, maar jij bent helemaal landscape. Oei. Maar dit meisje leek op de profiel. Qua uiterlijk, qua persoonlijkheid moet je altijd even afwachten. Want ja, dat heb ik inmiddels ook wel geleerd. Dat daten, naarmate je ouder wordt, dat wordt toch meer een soort solliciteren bij een bedrijf waarvan je nog helemaal niet eens weet of je daar wel wil werken. Sterker nog, je hebt geen idee wat dat bedrijf doet. Daar kom je pas achter na een maand of drie. Maar ja, dan heb je al een vast contract, hè? En geloof mij maar, iedereen is op de eerste date een gezellige koekjesfabriek. Ik ben zo'n gezellige koekjesfabriek. Kom lekker bij mij werken, joh. Ik ben zo'n gezellige koekjesfabriek. Ik maak krakelingen, krakelingen, krakelingen. Ja. Hé, maar waarom heet dat dan krakelingen? Oh, daarom, weet je wel. Ik ben zo'n gezellige koekjesfabriek. Kom lekker bij mij werken, joh. We maken roze koeken, roze koeken, roze koeken. Ja, hé, maar dat heet toch glacékoeken? Zeker, maar roze klinken stuk gezelliger. Ik ben zo'n gezellige koekjesfabriek. Kom lekker bij mij werken, joh. We maken stroopwafels. Stroopwafels? Stroopwafels, ja. Van die grote schijven, maar ook van die kleintjes voor op je kop en schotel, dat dat tegen dat kopje aanlegt, dat dat lekker karamelliseert, dat als je dan een slok wil nemen, dat dat hele servies in je nek klettert. Ik ben zo'n gezellige koekjesfabriek. We maken bokkenpootjes, maar ja, die heb je al, zie ik. Ik ben zo'n gezellige koekjesfabriek. En vaak zeggen mensen, nou, die gezellige koekjesfabriek, die ratelt maar door en door en door. En dat klopt, want ik ben dan ook een kletskop. Nou. En dan ben je een paar maanden onderweg en dan blijkt ineens dat de gezellige koekjesfabriek in het weekend een krat kuikens door de blender draait. Wegwezen, weg.